Piet Piraat en spoken. Land in zicht, Piet tuurt door zijn verrekijker. Aan de horizon verschijnen de torens van een havenstadje. Piet en zijn piraten zijn blij. Het is al een hele tijd geleden dat ze voet aan land hebben gezet. De piraten zetten onmiddellijk alle zeilen bij en varen recht naar de haven. In de haven gaan ze van boord. Verbaasd kijken de piraten om zich heen. Wat is het stil in de haven? Nergens zien ze iets bewegen. Of toch? Plots ziet Berend in de verte een witte gedaante lopen. Een sp spook! Biebert Berend bang. Hij draait zich om. En loopt terug het dik op. Steven ziet het spook nu ook. Een witte gedaante komt recht op hen af. Steven draait zich om en gaat achter Berend aan om zich ook te verstoppen. Maar te laat. Het spook heeft hen gezien en komt in de richting van het schip gelopen. Joehoe! roept het spook. Alle wind in de zeilen nog aan toe, biebert Piet. Dat spook heeft ons gezien. Het wil ons pakken. Wegwezen. En Piet gaat er ook van door. Alleen Stien blijft staan. Zij is nergens bang van. En al helemaal niet van een spook. Ik hou niet van spoken, zegt Stien. Het spook komt steeds dichterbij, tot het vlak bij Steen is. Hallo, zegt het spook, komen jullie ook voor het feest? De mond van Steen valt open van verbazing. Een spook dat praat, daar heeft ze nog nooit van gehoord. Jij praat? vraagt ze. Ja, natuurlijk, zegt het spook. Jij praat toch ook? Ja, maar ik ben een mens, is het antwoord van Steen. <laughs> Lacht het spook. Ik toch ook? Steen snapt er niets van. Tot het spook zijn witte gewaad optilt. En wie zit er onder het witte laken verstopt? Een man, een doodgewone man. Ik ben Paul. Zegt de man, ik ga net naar het Halloweenfeest. Jullie ook? Nu snapt Steen wat er aan de hand is. De man is gewoon verkleed, verkleed als spook. Piet, Steven en Berend zijn ondertussen ook tevoorschijn gekomen. Hallo, zegt Paul, wat zijn jullie prachtig verkleed als piraten? Hier moeten onze vier piraten natuurlijk wel om lachen, maar omdat Paul vertelt dat hij bang is voor piraten, verklappen ze maar niet dat ze echte piraten zijn. Ze gaan wel met Paul mee naar het Halloweenfeest, en hoewel ze zelf niet verkleed zijn, feesten en griezelen ze een hele avond mee. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag.